David, nu een aantal wedstrijden in de voorbereiding onderweg. Hoe gaat het nu toe? Nou, het gaat heel goed. Je weet het als een nieuwe trainer binnenkomt met andere ideeën. Dat je toch wat tijd nodig hebt. Maar ondanks dat, ik vind dat de jongens het heel goed oppakken. Want we zijn 3 weken onderweg. En tot nu toe zie je dat elke keer dat we iets beter zijn. Waardoor we na 3 wedstrijden een goed gevoel hebben overgehouden. Toch al 2 serieuze krachtmetingen. Waar ben je dan het meest tevreden over, als je naar die 2 wedstrijden terugkijkt? Nou, van beide eigenlijk. Want vorige week speelden we tegen een ervaren team. Ervaren in dit team, in RKC. Maar wat ik ook goed vond, is dat beide teams, want we hebben met 1 team gespeeld in de eerste helft en die andere team in de tweede helft. En allebei de teams van ons hebben het heel goed gedaan. Dus dat is fijn om te zien. Daarnaast hebben we ook goed voetbal laten zien. Zowel vorige week, maar ook vandaag tegen een goed team. En aan het einde merk je wel dat we raken vermoeid. Maar ik ben zeer tevreden over hoe wij het voor elkaar hebben gekregen om deze wedstrijd. In winst te boeken. Laatste doelpunt gemaakt door Gravenbergen, die is hier op proef. Die zou je er graag bij hebben? Nou, kijk, we hebben Torres. Vieri is geblesseerd. Die is sowieso. We weten niet hoe lang het gaat duren, maar hij is geblesseerd geraakt aan zijn enkel. Dus we kijken steeds verder. Wat zijn de mogelijkheden voor die positie? Want die wil toch iemand achter de hand hebben die eventueel ons kan helpen. Hoe vind je de andere linies nu gevuld? Nou ja, gelukkig. Dat wij zijn begonnen met een redelijke selectie. Hè. Uiteraard, misschien over een paar weken kan 1 of 2 spelers bijkomen. Dat weten we nog niet zeker. Maar zoals het nu gaat, ik ben zeer tevreden. En de voorbereiding is juist om te kijken waar zijn de posities die misschien eventueel iemand nodig hebt. En daar kijken we nu naar uit. Dan even naar het Bosse publiek. Hè. Vandaag overwinning 3-2. Daar gaan er toch verwachtingen ontstaan. Hè? Ben je daar al bang voor? Nee, kijk, het is fijn dat de mensen het ook goed vinden. En dat ze ook zien dat wij echt goed bezig zijn. Maar we moeten gewoon kijken, wedstrijd per wedstrijd. Kijk, vorig jaar de jongens hebben met een ander systeem gespeeld. Dit jaar spelen we op de Hollandse manier. Kijk, dat vergt ook tijd. Maar uiteraard, na 3 wedstrijden, als je ziet dat echt progressie in zit. Ja, dan we zijn er hartstikke blij mee, ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Pepijn, iets later aangesloten en nu dan bij FC Den Bosch. Veel om te doen geweest. Hoe bevalt het? Ja, tot nu toe bevalt het uitstekend. Wat je zegt, sinds vorige week maandag aangesloten bij de groep. Goed ontvangen door de mensen hier en voel me hier goed. Dus ja, het seizoen kan niet snel genoeg beginnen. Hoe waren de eerste minuten dan? Ook tegen een tegenstander van formaat? Ik heb vorige week het laatste half uurtje gespeeld tegen RK Larnaca. En daar kon ik er al wel aardig in komen. En als je vandaag start is het natuurlijk ook weer anders. Maar het is weer fijn om op het veld te staan. En ik denk dat we met Vlaag gewoon goed spel hebben gespeeld. En natuurlijk zijn er altijd dingen wat beter kan. En daar gaan we weer aan werken. Ga ik het er nog 1 keer over hebben. We hebben natuurlijk een fantastische play-offs periode gehad bij NAC Breda. We zagen je zelfs met een spandoekje staan in Duitsland. Maar hoe graag speel jij nu voor FC Den Bosch? Ja, goed. Kijk, ik had nooit durven dromen dat we uiteindelijk zouden promoveren met NAC. En dat is geweldig geweest voor mij. Maar ik moet ook niet vergeten waar ik vandaan kom. En ik ben ontzettend blij om hier te zijn. En ik zie genoeg uitdagingen voor mezelf en voor het team. En wat ik zeg, gewoon blij om hier te zijn. Terug te zijn eigenlijk, hè, moet ik zeggen. Nog niet bekend wie de keeper wordt, denk ik, hè? Nee, voor zover ik weet niet, nee. Concurrentiestrijd, die ga je graag aan? Of had je zoiets van, nou ja, alweer? Nee. Concurrentiestrijd moet er altijd zijn. Ik denk dat je juist dan elkaar beter maakt. En dat je eigen niveau alleen maar omhoog gaat. En wie zien we dan straks als eerste doelman de competitie beginnen? Ja, daar heb ik nu nog geen antwoord op. Maar ik hoop uiteindelijk natuurlijk wel dat de trainer voor mij kiest. Maar ik hoop mezelf goed te kunnen laten zien in de voorbereiding. En dan gaan we het vanzelf zien. Byron, de man van de voorbereiding tot nu toe. Ja, dat vind je, hè? Ja, dat vind ik. Het doelpunt gemaakt natuurlijk de eerste wedstrijd. Dat kun je nog zeggen, dat zijn de amateurs. Tegen Larnaca en nu ook weer. Ja, hoe bevalt het de eerste tijd? Lekker. Voor als je een paar doelpuntjes mee kan pikken zo in de voorbereiding, dat is natuurlijk altijd lekker als ze erin gaan. Ik denk dat we echt wel veel kwaliteit hebben in de selectie. Dat kun je ook wel zien, tot nu toe alles gewonnen. Ik denk bij Vlaag goed voetbal op de mat. En dat is goed. Want hoe graag wil jij nu echt slagen in het profvoetbal? Ja, ik heb er alles voor over. Hè. Dan, net ook wat te zien is, ik ben denk ik vrij hongerig. Zo oog ik ook. Misschien af en toe is dat ook wel mijn valkuil. Dus dat ik dan net iets te graag wil. En dan zie je dat het misschien wat slordig wordt. Of dat ik misschien beter een balletje er even uit kan halen. Maar goed, dat komt wel.
gretigheid, dat zien we zeker terug. Daar houdt de M-site ook heel erg van. Potentie voor een publiekslieveling, denk ik dan. Ja, ja. Dat is altijd leuk. Ik denk dat ik op zich wel een type speler ben waar het publiek van kan gaan houden. Door middel van het harde werken en de acties natuurlijk. Ik speel graag 1-1, ik zoek graag mijn mannetje op. En dat wekt toch wel vaak sympathie bij de supporters. Ook is dat combineert dan met hard werken. Dus, dit telt eigenlijk nog niet. Hè. Het is pas vanaf 9 augustus volgens mij is de eerste wedstrijd en dan moet ik weer staan. We zagen natuurlijk wel een goede tegenstander vandaag. We zagen je toch ook opstomen, ook naar binnen trekken. Ja, hoe speel je dan het liefst? Ja, ik wil gewoon het liefst gewoon klassieke buitenspelen, denk ik. Aan de zijkant, ballen in mijn voet of in de diepte. Ik ben denk ik wel vrij snel. En dan mijn man opzoeken, naar binnen snijden, de goal zoeken. Mijn spits bedienen vind ik ook heel erg belangrijk. Ja, ik denk dat een beetje het type gewoon. Een echte buitenspeler. Dat lukt goed hè, bij GVVV. Ook nog met Barry Maguire gespeeld. Heeft hij nog wat tips meegegeven of iets verteld over FC Den Bosch? Dat het een hele leuke en warme club is en dat merk ik ook wel. Bij GVV ook dat ook zeg maar echt dat warme. Dat is wel, het klinkt een beetje denigrerend, maar ik zei bij GVV dat is een beetje een dorpsclubje wat op heel hoog niveau speelt. Maar het heeft het gevoel van echt een familie zeg maar. Maar ik merk dat ook wel bij Den Bosch. Dat het is heel warm, warme kleedkamer ook. En ik denk dat ik wel een redelijk gevoelig mens ben die daar wel goed op gaat zeg maar. En Barry vond dat ik niet te hard van stapel moest gaan in de voorbereiding, dat ik aan mijn lichaam moest denken. Ja, ik denk dat wel aardig lukt. Ik ben nog steeds topfit. Dus. Dankjewel en heel veel succes. Dankjewel.